Hola hola chicas, eh, we gaan vanavond dit kruis doen op een heel makkelijke manier en dat is met de spider gel. Ik heb hier de spider gel van Urban Nails en ik ga nu direct twee heel fijne lijntjes tekenen. Dus twee verticale lijntjes en ik ga ze nog even onderbreken en dat ga ik doen met een, met een penseeltje met een klein beetje glinzer. Daarna gaan wij deze twee lintjes laten uitharden in de lamp voor één minuut. Oké, okay. zo. En we gaan het proces herhalen, maar deze keer horizontaal. Nog een keer heel fijn. En daarnaast nog een lijn. En met een pencil met cleanser onderbreken, onderbreken wij ook uh, deze, deze twee lijnen. Hè. Daarna gaan we alles laten uitharden en wij beginnen met de uh, kleuren. Hè. Uh, ik gebruik hier uh, de One Stroke Pure White van Jet Set. mengt met een klein beetje uh, witte gel polish. Want zo uh, so wordt mijn kleur een beetje dunner en ik kan gemakkelijker kleuren en uh, het komt halen uh, en even overal. Dus eerst doe ik uh, de, de contour en dan gaan we gewoon inkleuren. Probeer eh, een kleur, een eh, wit, te gebruiken dat goed dekt. Want we gaan maar één lage kleur leggen. Eh, als ik hier klaar ben, eh, met, allemaal, alleen met, met, de, met het kruis, dan ga ik in de lamp. Ik ga alles laten uitharden. En dan uh, wat ik ga doen is gewoon een laagje van een matte topcoat leggen. Zoals jullie zien is mijn nagel nu helemaal mat. En ik ga beginnen met de steentjes. En daarvoor gebruik ik deze Dotting Tool, die aan de andere kant een beetje wax heeft. En het is echt makkelijk om de, de steentjes te, te nemen. Oké, okay, uh, we beginnen met de Bling Bling. Eh? Ik gebruik hier de wat welke steentjes zijn deze? Deze zijn de moonlight. Ja, deze zijn de moonlight. Ik ga, ja, vier vier steentjes hier. Ja, vier of vijf zes steentjes gebruiken. Dus de kleine steentjes zijn S5 en dat steentje in het midden, ik denk dat het een uh, S9 is. Dus ik ga ze allemaal plaatsen. En even laten uitharden. Oké, okay, we zijn bijna klaar. En daarna gaan we beginnen met de kaviaar. De meisjes die met kaviaar werken weten dat dat heel vervelend is. Maar ja, het is wel mooi. Dus ik ga een klein beetje gemgel hier doen. En met mijn pincel neem ik een beetje kaviaar en ik roer. Je legt... Een klein beetje um, gemgel op de nagel en dan neem je met je penseel één per een, de kabjaartjes en je plaatst ze één per één. Dus uh, het is echt prutswerk, werkt op mijn zenuwen. Dus ik had het, maar uh, het is zo mooi en ja, de nagel wordt uh, direct uh, veel mooier dan zonder. Dus dat gebruik ik bijna altijd bij iedereen. En nog, nog, wat belangrijk, als je het, de caviar gebruikt, dan blijven de steentjes veel beter, omdat je zo met de gemgel erom mm. had. Hé? Dus uh, ja, we blijven caviar gebruiken, metjes niks aan te doen. Oké, okay. uh, we zijn bijna klaar. Ik hoop dat jullie de video leuk gevonden hebben. Uh, dit is het resultaat. En ik zie jullie uh, volgende week. Bye bye, bye bye, bye bye.